Veda di pasa aso den keurna wet tjego aba kengi funa kisregele goed aina nationale assemblée. De sotaki de vergader omelanga aba pistolia, a constitutioneel hof, be soi den taki fandi mukwaini. Dat hij evenredigheid moet doen. Alles ding en je kon de mutelia sefi. Baka di missie serena eset. Ik advocaat tja tolia gopotina constitutioneel hof. Ook twa de idee die de behandel na wet ja sudala san ino wakabung. Bika de no stem over na grondwet. Tide da apisi de dat die vende peesi. Maar wat jij go terug af veda. Pe de stem gina kiesregeling en a wijziging de wang feit. Wet van houdende nadere wijziging van de kiesregeling SB 1987 nummer 62, geldende tekst SB 1996 nummer 15, zoals laatstelijk gewijzigd bij SB 2019 nummer 55. Artikel 1, woord of stemming. Artikel 2, woord of stemming. Considerans en intitulé woord of stemming. Het gehele ontwerp wordt thans in stemming gebracht zoals gewijzigd. Wie is voor? Zesenveertig voor, wie is tegen? Nul. 46. De wet is met 46 stemmen, algehele 46 stemmen aangenomen. Is algemene 46 stemmen. Dan gaan we naar wet. Wet van houdende. Nog één toch? Wet van houdende nadere wijziging van de kiesregeling. SB 1987 nummer 62. Geldende tekst SB 1996 nummer 15. Zoals laatstelijk gewijzigd bij SB 2019 nummer 55. Artikel 1. Woord of stemming. Artikel 2. Woord of stemming. Considerans en intitulé woord of stemming. Het gehele ontwerp wordt thans in stemming gebracht zoals gewezen. Wie is voor? Ook 46 voor. En wie is tegen 0? Deze is ook aangenomen met algemene 46 stemmen. Goed. Kijk naar de zaal. Le Charman, voorzitter van de commissie. Ja, heer voorzitter, dank u wel. Ik denk, wij glunderen allemaal met het bereikte resultaat van vandaag. Maar niet alleen dat is erg belangrijk, ook de wijze waarop het tot stand is gekomen is natuurlijk ook goed om te vermelden, om het daarmee een stukje volwassenheid in politici is aangegeven, dat ook op de moeilijke momenten je met dialoog en consensus toch door de materie heen kunt komen. Ik wens te feliciteren, heer voorzitter, uw parlement. Ik wens te feliciteren de samenleving. Maar ik wil zeker in de felicitaties ook meenemen alle deskundigen die hebben meegewerkt aan de totstandkoming van deze wetswijziging. Ik denk aan de in-huis juristen die echt overuren hebben gemaakt. Maar ik denk ook naar de externe juristen, zeker de deskundigen van het ministerie van Binnenlandse Zaken, die tot in de late uren hebben gewerkt om steeds maar de wijzigingen technisch goed in elkaar te timmeren. En vandaag is hier het resultaat. Het is ook de regering moeten we natuurlijk bedanken voor de inspanningen die zij hebben gepleegd om bij de totstandkoming van deze wet. Voorzitter, dit is een collectief product dat gedragen wordt, niet alleen door de totale Nationale Assemblée, maar grote delen van de samenleving. Het is een nieuwe stap in de toekomst, het is een mooie stap in de toekomst. Het is een streven, een droom dat bewerkelijkheid is geworden. En we hopen natuurlijk, we zijn er niet daar waar we moeten zijn, maar het is in ieder geval een stap in de goede en juiste richting. En ik feliciteer nogmaals iedereen. Dank u wel. Dank u wel, Parmisser. Woorden van dank en felicitaties van deze kant uit, voorzitter. En het komt niet vaak voor dat we met 46 leden algemeen voorstemmen, maar het komt niet vaak voor ook. En ik ben blij dat alle 16 leden van de NDP
voltallig aanwezig zijn. Het is een applausje waard. Maar hierbij, zoals ik eerder heb aangegeven, vergeten we niet alle partijen en mensen en individuen die hieraan hebben bijgedragen. Eigenlijk zou ik zeggen, bijvoorbeeld financiële wetten en dat soort zaken, belastingen, zou je in de grondwet moeten aannemen dat het met 2/3 gebeurt. Want dat dwingt voor samenwerking. In deze multiculturele samenleving is een voorbeeld geweest dat we daar waren. Maar weinigen hebben besef, als de NDP op 4 juli het initiatiefwet niet had ingediend, hoe lang zou het duren wanneer er eentje zou komen? Dankzij, en dat was onze bedoeling, we dienen in. En heel gauw daarna zijn de andere partijen gekomen. Daar zeggen we dank voor. En zeker onder uw leiding. Dat was op de jaardag van de partij. En weet je, vandaag is 13 oktober. Dit is het beste cadeau die we aan onze jarige president Desiree Delano Boutersen kunnen geven. We hebben maar één president. Maar één president. En, ja. Ik zei jarige ex-president, maar laten we dat duidelijk aangeven kunnen geven. Ex-president, Una Yerebuna. Ja, die we kunnen geven. We waren bij hem vandaag. Hij was echt benieuwd of we dit vandaag door zouden af kunnen sluiten. Dat hebben we gedaan. Met nogmaals dank ook voor een gerustheid voor grote delen van de samenleving. Want er waren momenten dat me twijfelde of we dit voor elkaar zouden krijgen. Laten we het goed begrijpen, voorzitter. Ik feliciteer heel parlement onder uw leiding. Maar zeker nogmaals mijn partij en mijn partijvoorzitter. Ja. Heel leven nog lang. Dank u. Dank u. Leuk. Gayadin. Voorzitter, wanneer we hier geplaatst worden door die samenleving, door het volk, heb ik geen moment getwijfeld, zeker als fractie, als partij, dat met wat wij geleerd hebben van onze Weiland Jagadar Lachman, dat consensus, overleg, dat we resultaten zullen bereiken. We hebben ook vertrouwen gehad dat wij samen, zeker met de leider van dit land, de president, die alle efforts instopte, waar mensen twijfelden dat kiesregeling niet gewijzigd zouden worden, dat we dat moment zouden bereiken. We hebben geen moment getwijfeld. Want de VHP heeft aangegeven dat de verkiezingen komen in 2025 en wij houden ons aan ons woord. Voorzitter, we hebben geen moment getwijfeld dat onder uw leiding, zoals u ook dat heeft uitgesproken, laten we alle efforts instoppen als fracties bij elkaar te komen met deskundigen en alle energie die erin gestopt is geworden om het resultaat te bereiken die we vandaag hebben. En met dit resultaat, zoals ik daar eerder aangaf, hebben we een punt bereikt om meerdere resultaten te bereiken. Voorzitter, wij feliciteren de Surinaamse gemeenschap. Het heeft lang geduurd dat onze grondwet, onze kiesstelsel gewijzigd is geworden. Dat de aspiraties van die samenleving goed tot uiting kunnen worden gebracht. Maar we rekenen erop dat die Surinaamse samenleving haar stem kan uitbrengen en ervoor kan zorgen dat we zulke grotere ontwikkelingen in de naaste toekomst verder kunnen bewerkstelligen. Het ligt aan het volk en wij zijn het stem van het volk. Nogmaals gefeliciteerd het parlement, de regering, die samenleving. En nogmaals, ik wil extra benadrukken zoals de voorzitter van de commissie dat heeft gezegd. Ik wens extra dank uit te brengen, voorzitter, aan uw personeel, de deskundigen hier in het parlement. Ze zullen mij kwalijk hebben genomen, maar de afgelopen dagen heb ik ze tot in de ochtenduren laten werken, voorzitter. Maar ze hebben hun werk naar behoren gedaan. Ons dank naar hun en ook de deskundigen van Binnenlandse Zaken. Nogmaals gefeliciteerd, Suriname. Dank u wel, lid.
Rusland. Nog steeds voorzitter. Voorzitter. Wij staan als samenleving voor hele grote ontwikkelingen mogelijk voor de komende jaren. En wij hopen dat met die mogelijkheden wij in staat zullen zijn om het volk te brengen naar een ontwikkeling en een situatie die ze werkelijk verdient. Maar een van de voorwaarden daartoe is dat we onze samenleving zodanig organiseren dat wij in staat zijn om inderdaad invulling te geven aan de basisvoorwaarden die moeten zorgen voor die ontwikkeling. En een van ze is de manier hoe wij onze vertegenwoordigers kiezen. De manier hoe wij de Surinamers kiezen die leiding moeten geven aan de processen tot goede, duurzame, verdere ontwikkeling van deze samenleving. En deze stap, die historische stap die we vandaag gezet hebben, is een van de basisvoorwaarden om het volk die mogelijkheden te geven om haar keuze op een adequate manier uit te brengen, op een rechtvaardige manier, op een manier waarbij iedere burger zich minstens gelijk mag voelen in deze samenleving. Voorzitter, van deze kant uit denk ik dat het op zijn plaats is, ook om als initiatiefnemer, uw parlement, de regering, maar de totale samenleving te feliciteren met deze mijlpaal. U heeft nu een tool gekregen om uw eigen ontwikkeling beter ter hand te nemen, maar hierbij hoort ook dank uit te brengen natuurlijk, voorzitter, aan al diegenen die hun bijdrage hebben geleverd, op welke manier dan ook, om dit resultaat te bereiken. Ik wil niet vergeten die speciale dank uit te brengen aan mevrouw Serena Esset, die als burger de zaak aan het rollen heeft gebracht en een stroomversnelling gebracht heeft. Nogmaals, samenleving, vanuit de NPS-fractie, gefeliciteerd met deze mijlpaal. Dank u wel, Kanappe, lid Kanappe, Abob de Jong. Dank u wel, voorzitter. Wederom kijk ik naar uw parlement en ik kijk naar de leden. Ik denk aan iedereen die hier aan heeft gewerkt. Maar ik kijk vooral naar u als voorzitter van de Nationale Assemblée, onder wiens hamer dit plaatsvindt. En uw oproep vanaf het begin om kalmte te behouden, om vooral met elkaar in dialoog te treden. Een eerste poging na de workshop hier in het parlement is mislukt. De partijen zijn uit elkaar gegaan. Wederom heeft u getracht, gepoogd de verschillende fracties bij elkaar te brengen. Als het kon dat wij hier konden applaudisseren, zou dit het moment zijn om dat te doen. Want onder uw leiding, als eerste onder de gelijken, heeft dit parlement na 31 jaar de grondwet kunnen wijzigen en ook de kiesregeling na de uitspraak van het constitutioneel hof. Meneer de voorzitter, ik wil uw samenleving feliciteren met een nieuwe stap. De aanvang van een nieuw begin. Maar ook tegelijkertijd wil ik uw samenleving oproepen. Want te asan nieuw en mooi. De allemaal plezier aan. Nieuwe bezems die vegen schoon. Maar een kieswet moet dynamisch blijven. En ten alle tijde rekening houden met elke kiezer van dit land. Meneer de voorzitter, ik feliciteer uw parlement, ik feliciteer u, ik feliciteer de deskundigen die de verschillende fracties bij elkaar hebben geroepen na de uitspraak van het constitutioneel hof. Ik feliciteer de regering voor de initiatieven
de minister van Binnenlandse Zaken en zijn deskundigen. Ik feliciteer voornamelijk de verschillende fracties en de fractiedeskundigen. Ik kijk naar geachte lid Gayadin voor zijn effort aan Esri Banetti. En ik denk dat hij vanavond met een blij gezicht naar bed zal gaan. Ik roep uw samenleving op om hun best te doen, het beste van deze wetswijzigingen te maken. En laat het een mooi moment of mooi begin zijn van veel leren en veel kunnen accepteren van elkaar als Brada Nassisa. Ik zal het daarbij houden en ik feliciteer uw parlement. Dank u wel, president. Dank u wel, meneer voorzitter. Meneer voorzitter, ik denk dat het bijzonder belangrijk is dat wij vanuit de regering benadrukken, namelijk dat met deze goedkeuring van een nieuwe wet naar die verkiezing toe met de landelijke evenredigheid een historische is. Maar tegelijkertijd dat met deze nieuwe wet en de goedkeuring vandaag een nieuwe fase ingeluid wordt voor onze democratie in het land. Waarbij de burger de directe verantwoordelijkheid heeft om haar invloed aan te wenden op de verkiezing en op het functioneren van het parlement. Maar natuurlijk, voorzitter, moet er nog veel gedaan worden. En zoals ik in mijn toespraak eerder gezegd heb, het werk begint echt pas vandaag. Door alle regelgeving voor te bereiden. Een deel door uw geacht college, een deel door de regering. Maar tegelijkertijd de hele verkiezingsorganisatie op poten te zetten. De verkiezingsorganen voorbereiden. De politieke partijen buiten het parlement voorbereiden. De samenleving voorbereiden. En zoals het principe is, one person, one vote. No matter where you are, that no one will be left behind. En daar moeten we inderdaad een grote organisatie opzetten, dat iedereen in Suriname ook die kansen krijgt, die toegang krijgt, om op basis van deze nieuwe wet zijn of haar stem te kunnen uitbrengen. Voorzitter, geweldig dat u gaf college. En dat was mijn wens vanaf het begin, als we alle 51 stemmen konden krijgen achter deze wet, zou het geweldig zijn gebeurd. Dat is aardig gelukt. En ik wil u graag, college, feliciteren met dit resultaat. Hier laten we zien dat alles partijgrens overstijgt als het gaat om het groter nationaal belang, meneer voorzitter. Nogmaals, vanuit de regering zijn we bijzonder ingenomen. Maar ik nodig het parlement uit, zoals voorgesteld door vele leden. Laat er een commissie komen in het parlement. Bij de regering komt er een commissie, clusterteam van ministers en technisch team. En laat er samen gewerkt worden om al die producten die nog tot stand moeten komen. Maar ook alle maatregelen die tot stand moeten komen op basis van deze wet. Op basis van collectieve inspanning plaatsvinden. Gedeelde verantwoordelijkheid. Maar dat we het pad niet meer gaan verlaten. Dat dit wetsproduct tot stand is gekomen op basis van grote mate van sociaal, maatschappelijk en politiek draagvlak op basis van consensus. En dat we dat traject zullen vasthouden tot en met de verkiezing. Nog 18, 19 maanden te gaan, voorzitter. Laten we het goed organiseren. En we hebben de overtuiging dat met de sfeer en de geest die we hier gezien hebben, dat dit de leidraad zal zijn om te komen tot een geweldige, goede, professionele verkiezingsorganisatie. Gefeliciteerd, graag college namens de regering. Gefeliciteerd, volk van Suriname. Dank u.